Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik hou het heel kort, want het is een mega lange video geworden met mijn april coverpage. En ik ga jullie van alles vertellen over mijn hele verjaardagsweek en dat soort dingen. In deze mooie steampunk journal van Love by Gaby heb ik mijn cover gemaakt. Nog één maandje en dan is die ook alweer vol. En nou ja, we gaan lekker snel kijken. Dankjewel. Ik weet niet waarvoor, maar... Blijkbaar zeg ik dat altijd aan het einde. Veel kijkplezier. En laten we dan gewoon beginnen met dit pakketje van Journal This. Ik had dus de Magic Forest Collection besteld, de nieuwe collectie van Stamperia. Ik heb deze stempels, deze clear stamps besteld. Heel blij dat het clear stamps zijn geworden. En natuurlijk de backgrounds en het gewone boekje 8x8. En deze mooie rub-on stickers, de ephemera en nog de stencils. En in eerste instantie natuurlijk... dat stencil met die gears. Want ja, hoeveel er ook zijn en uitgebracht worden, die moet ik natuurlijk allemaal hebben. En ik vond deze ook heel erg leuk. En ik heb bij Helen toevallig een hele mooie achtergrond daarmee gezien. Dus daar ga ik zeker mee aan de slag binnenkort. En nog wat decoupagepapier. Ook eentje dubbel besteld. Bewust, omdat ik al wist dat ik die heel mooi vond. En dus wel vaker ga gebruiken. En die mooie brushpen die daar ligt, die heb ik gekregen van de meiden. Dank jullie wel. En daar ga ik ook iets mee uitproberen in deze video. Of dat een succes wordt, dat zie je straks wel. Maar nou ja, ik dacht, dan moet ik hem ook gewoon meteen gaan gebruiken. We zijn alweer in april. Nou, als je dit kijkt op de dag dat hij uitkomt, dan is het nog 31 maart. Maar voor mij was het alweer tijd om de april cover te maken. Omdat ik daar dit weekend gewoon geen tijd voor heb. Ik zal het laten vertellen waarom niet. Maar nou, ik dacht afgelopen woensdag, ik moet aan de slag. Ik ga de cover voor april maken. Als je me volgt op Instagram, dan weet je dat ik affiliate ben van Ferris Wheel Press. Betekent dat ik elke maand een aantal kleuren van ze krijg, twee potjes. Daarvoor wel wat posts moet plaatsen. Dus als je dat denkt, gaat weer Ferris Wheel Press. Ja, dat zit in de deal. Dus vandaar dat je die af en toe wel even langs ziet komen ook. En ik heb de laatste week ook een aantal gekocht bij Dutch Mills. Zij heeft sinds kort ook dit merk. En ja, jullie weten natuurlijk dat ik al jaren vlekken maak met Distress inkt. Maar het kan ook gewoon met deze inkt. En dan heb je ja, weer wat andere keuze. Distress heb ik natuurlijk al wel heel veel gebruikt. En dit zie ik vaak en regelmatig langskomen op Instagram. En dit ideetje had ik gezien bij Pharrell Taylor. Ik heb haar in ieder geval op Instagram wel getagd bij de coverpage. En ik, ja, ik ben er gewoon een zootje van aan het maken. En uiteindelijk vind ik het een hele leuke spread geworden. Maar bij Dutch Mills dus gekocht, deze kleur volgens mij. En ik heb voor mijn verjaardag van mijn ouders ook een bon gekregen van Dutch Mills. Dus ik kan in ieder geval nog een potje bestellen. Meestal kijk, ja, bestel ik dan pas als ik er meerdere heb. Zodat ik geen verzendkosten heb en dat het gewoon in één keer kan. Dus dat is meestal hoe ik het doe. Dat doe ik ook bij Journal Disc. Ik verzamel het gewoon een beetje in mijn mandje totdat ik zover ben dat ik geen verzendkosten heb. Dat is de tactiek bij mij. Ik heb best wel lang gedaan over deze coverpage. In ieder geval voor mijn doen heb ik er lang over gedaan. En die inkt moest drogen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even al die plaatjes bekijken en bedenken wat ik ga doen. In principe is het niet helemaal mijn thema. Ik vind hem net een beetje te lief, denk ik. Niet stoer genoeg. Hoewel ik een echte fantasy liefhebber ben. Ik ben echt dol op alles wat met elfen en dwergen te maken heeft. En lezen heel veel boeken daarover, kijken heel erg veel series daarover. Ik heb net de serie Shadow and Bone bijvoorbeeld uit, ook echt een fantasy serie.
Ja, wat heb je nog meer? Lord of the Rings natuurlijk, Harry Potter, al dat soort dingen vind ik fantastisch. En qua boeken ben ik ooit begonnen met, oh, hoe heet die man ook alweer? David Eddings. En toen Terry Brooks en, oh, hoe heet zij? Robin Hobb. Heb ik echt alle boeken ook gewoon hiervan staan en heb ik allemaal al heel vaak gelezen. En ja, het blijft leuk. Het leukste vind ik als het een held is. Of eigenlijk een beetje een anti-held. Zo'n sukkeltje als Frodo in Lord of the Rings. En dat er dan op zoek, op een quest moeten naar iets. En nou ja, dan overal langskomen en mensen ontmoeten. Eigenlijk een standaard verhaal als Lord of the Rings kan je natuurlijk in allerlei fantasyboeken nog 100.000 keer vertellen. En dat zijn de boeken die ik echt het leukst vind. Het schijnt ook echt een genre te zijn. En vlak voordat ik deze video ging inspreken, zat ik nog even de nieuwe aflevering van Star Trek te kijken. Op mijn werk zijn allemaal Star Wars fans. Daar heb ik echt helemaal niks mee. Zo'n rare lightsaber of sable heet dat. Nou, daar heb ik niks mee. Maar als ze dan gaan schieten met een, ik weet niet eens meer, met een phaser bij het Star Trek, dat vind ik dan wel weer echt heel stom. Maar ja, ik heb denk ik alle Star Treks wel gezien die niet op een betaalde zender zitten. Ik heb dan Prime, dus ik kan wel, ik heb een Picard kijken. Maar ja, alle afleveringen vanaf de originals tot aan Discovery denk ik wel gezien. Dus ik ben wel een echte science fiction en fantasy fan. Alleen in mijn journal toch eigenlijk niet zo heel erg. Nou, en zie je me dus nu ook gewoon een beetje struggelen met wat ga ik gebruiken? Wel mooi, jullie hebben het hele boekje nu even gezien. Dus mocht je nog twijfelen, dan heb je nu in ieder geval kunnen zien hoe die eruit ziet. Dit zijn alleen de backgrounds. Vind ik vaak ook heel erg mooi. Daar staan dan niet die tekeningen op, maar alleen de achtergrondjes. Ja, anders heet het ook geen backgrounds, ik weet het. Ik weet het gewoon niet zo goed wat ik ga gebruiken. Ik vind deze stenen muur echt fantastisch. Ja, soms is het, denk je, nou, dit is vast heel erg mooi, maar dat leek er niet mooi op. Dus ik ga hem nog wel gebruiken vandaag in een spread, maar niet in deze. En ik was eigenlijk op zoek naar dat houten stukje die je daar, waar ik mijn vinger tussen heb laten liggen. Want dat had ik dus gezien bij die Pharrell. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En dat wilde ik eigenlijk een beetje namaken, maar dan wel Naomi-stijl. Ik weet dus ook gewoon echt nog niet hoeveel spreads ik met dit thema ga maken. Ik heb er nu 3 gemaakt in deze video, maar daarna niet weer. Daarna heb ik toch weer andere spullen gepakt en ik had een hele mooie printable vorige week gezien bij iemand die echt heel erg steampunk was. Dus die heb ik volledig uitgeprint en printen doet het ook gewoon weer. Heb ik daar een vorige keer over verteld? Mijn printer begon strepen te maken en vlekkerig. Dus we hebben allerlei testpagina's en zo gemaakt. En ik zag nu op de laatste printjes die ik had gedaan dat er helemaal niets aan de hand was. Dat het gewoon mooi was. Dus ik ga even deze week een heleboel dingen uitprinten. Zodat ik weer een voorraadje heb. Ik heb ook, dat heb ik wel heel vaak verteld. Hè? We hebben zo'n abonnement. En ik zag dat ik nog 150... printjes mee had genomen van de afgelopen 2 jaar of zo dat we hem nu hebben. Dus ik ga gewoon alles waarvan ik denk leuk alvast uitprinten. En nou ja, wie weet kan ik dat ook wel meenemen als ik weer workshops ga geven. En ik kan nou wel een beetje stiekem verklappen dat ik in september en oktober 2 beurzen ga doen. En dan moet je zelf maar even uitzoeken welke. Dus dan heb je al een beetje een idee. En 14 april mocht je naar de Creadoe gaan. Ik ben er op de vrijdag. Ik ben bij de meiden van Journal This. Dat is over 2 weken. Dat is echt heel snel. Ik sta die dag bij de meiden van Journal This. Ben ik ze lekker aan te helpen met de verkoop. En ook gewoon heel gezellig om even weer bij te kletsen zo'n dagje. Want daar hebben we gewoon natuurlijk geen tijd voor gehad. Bijna in Hardenberg. Omdat het zo druk was. Maar dan ga ik ze gewoon echt even helpen. En lekker alle nieuwtjes horen en zo. En ik heb al een heleboel mensen gehoord die ook langskwamen. Dus kom me even gedag zeggen daar. Nou, en dan ga ik ook even kijken of ik daar nog iets in de week kan leggen voor in het herfstseizoen. Of weet dat? De herfsteditie. Die duurt wel 5 dagen, dus dat kan niet hoor. Maar nou ja, wie weet
kan ik daar nog wat connectietjes doen en linkjes leggen. Kan het gewoon echt niet betalen. Heb ik al heel vaak uitgelegd. Hè. Is echt extreem duur. Maar wie weet, kunnen we daar nog iets anders voor bedenken? Maar wel twee andere beurzen dus in het najaar. Misschien denk je nu, wat een lelijk tapeje. Want hij staat helemaal niet bij dat groene. En niet dat het tapeje lelijk is, maar de kleur hierbij staat misschien niet zo mooi. Maar dat komt goed. Want de haren van dat elfje hebben die kleur. Dus vandaar dat ik daarvoor gekozen had. En je ziet hoe hard ik druk, hè. En ik druk echt overal. Maar mijn journal is gewoon veel en veel te vol. Dus ik krijg, ja, die krijg die kantjes er gewoon niet meer op. Waarschijnlijk heb je daar in het midden, kan ik wat dieper duwen naar beneden. Omdat er wat minder geplakt zit. Waardoor het niet wil. En ik ga zo meteen ook nog een andere aan de andere kant doen. En dan gebeurt precies hetzelfde. En dan besluit ik dat ik gewoon de achtergrondstempel van Journal This pak. En dan gooi ik er wat verschillende. Nou, dat doe ik er gewoon op. En dat is prima als die niet helemaal mooi is. Maar dit vond ik wel heel jammer. Deze inkt trouwens heel fijn. Als je zwart wil stempelen. En ze hebben ook andere kleuren hoor. Maar ik vind vooral de zwart heel erg fijn. Ja, en hiervoor geldt ook. Had gewoon mijn stempelhulp er even achter moeten leggen. Of iets hards. Maar doordat er al zoveel ingeplakt is. Wil dit gewoon niet goed. Krijg je de stempel er niet goed op. Deze was wel echt heel jammer. Ik merkte dat ik ook een beetje aan het struggelen was met de spread. Ik had natuurlijk dat voorbeeld gezien, maar die was wel vrij wit. En dat past niet helemaal bij mij. Bij mij moet het vooral donker en veel. En nou ja, more is more zijn. En daar was het wel less is more. Dus ik dacht, ik moet nog iets bedenken, maar ik wist niet zo goed meer wat. Dus in eerste instantie dit er nog even op en dan gewoon gaan plakken. Anders, ja, op een gegeven moment stopt het ook. En dan moet je gewoon gaan plakken en dan zien we daarna wel weer. En dit maakt net even af. Ik gebruik deze achtergrondstempel van Journal. Het is echt heel veel. Ik vind deze super leuk. Ik moet natuurlijk nog wel even wat dingen vertellen over de afgelopen week. Want de laatste video was dan van maandag. Was een unboxing, denk ik. En daarvoor was de kletsvideo van vorige week. Dus ik moet even in mijn geheugen gaan graven wat we allemaal gedaan hebben. Volgens mij hebben we afgelopen weekend niet zoveel gedaan. Nee, de kinderen gingen spelen. Dus wij hadden het Rijk alleen eventjes met... ik weet het al. Mijn dochter had haar kinderfeestje op vrijdag. En ze was al in december jarig, dus echt shame on me dat het nu pas gelukt was. We waren naar een springpark geweest, hartstikke leuk. Daarna nog even langs de Mac met alle meiden. En de volgende dag wilde ze heel graag haar cadeaubonnen uitgeven. Ze had cadeaubonnen gekregen of gevraagd en ook gekregen van de Intertoys. Want ze wilde graag een grote doos Lego Friends kopen. Ze heeft haar kamer laatst verbouwd en toen kon haar Lego heel mooi ergens staan, zodat ze er ook mee kan spelen. Dus niet alleen dat we het in elkaar zetten, maar dat ze er ook echt mee kan spelen. Dus daar zijn we even met z'n drietjes naartoe gegaan. En toen kon ze gewoon twee hele grote dozen kopen. Dus nu heeft ze een of andere dokterskliniek, safari kliniek of zo. Die zit al in elkaar, hebben we natuurlijk ook even gedaan. Nou ja, hebben mijn man en zij gedaan. Want ik ben 's middags lekker gaan journalen. Omdat ik gewoon heel graag vooruit wilde werken. Ik had helemaal maart nog niet af toen. Dus ik moest niet eens vooruit werken, ik moest het bijwerken. En mijn dochter komt af en toe ook 's avonds gezellig even journalen. En wat wel heel grappig is, mijn man vond het allemaal wel prima. En ik snap het nu, want die momenten dat ik boven was, is hij stiekem met mijn verjaardagscadeautje al aan de slag geweest. En ik vind dat eigenlijk best wel een super grappig verhaal. Want ik had op allerlei mogelijke manieren al kunnen weten wat ik kreeg. En ik was gewoon echt helemaal verbaasd. Ten eerste was hij bezig met bol.com bonnen in zijn app aan het zetten. En toen zei ik al, ga je wat kopen? Nee, ik zet ze er alvast even in. Ja. Als je bijna jarig is, als je bijna jarig bent, dan moeten dan alarmbellen gaan rinkelen. Nou, no way. Toen
was ik aan het journalen op een gegeven moment. Toen ging de bel. En toen zei ik, ja, wat was er? Ja, niks. Maar ik had gewoon gezien dat het pakket bezorgen was. Dus, nou, toen dacht ik, laat me niks vragen. Want dat zal wel voor mijn verjaardag zijn. En zo slim was ik dan wel. En die heeft die dan wel ergens neergelegd. En normaal ga ik echt zoeken, hè. Want ik vind het echt heel irritant om niet te weten wat ik krijg. Maar ik dacht, nee Naomi, je gaat niet zoeken dit jaar. Dat heb ik echt niet gedaan. En nou ja, nu komt het waardoor ik het echt had kunnen weten. Ik kreeg een melding dat iemand met mijn Apple ID probeerde in te loggen. En toen dacht ik, ah, gehackt. Ah. Dus ik heb mijn wachtwoord meteen veranderd en alles. En dat vertelde ik. En toen zei hij, ja, dat was ik, want ik moest even iets op de iPad of zo. Ik weet niet. Hij had een heel vaag verhaal ook. Toen had ik het toch gewoon kunnen weten. Want wat kreeg ik dus uiteindelijk? Een nieuwe iPad. En dan begrijp ik ook wel dat ik die kreeg. Want ik zit al door filmpjes te kijken op mijn telefoon. Op dat hele kleine scherm. En hij had al een keer iets van gezegd. En ik heb een iPad van school. Van mijn werk. Maar die is al 9 jaar oud. En dat ding kan niet meer updaten. Helemaal niks. Dus die gebruik ik gewoon nooit. Dus die ga ik nu weer inleveren. En nou ja, was ik gewoon wel echt helemaal klaar mee. En blijkbaar was hij er klaar mee dat ik op dat kleine schermpje zat te kijken. En de hele tijd afgeleid was door allerlei appjes en dingen. Dus ja, ik heb gewoon vet een iPad gekregen. En ik had het gewoon door kunnen hebben. Ik ben gewoon ook echt zo naïef en dom dat ik dat gewoon helemaal niet door heb gehad. Maar ja, nu, nou, vandaag dacht ik dus, ik heb hem gisteren gekregen en ik dacht vandaag, ik ga op zoek naar een hoes. Nou, ik ben echt heel hoog zand door geweest. Geen hoes te vinden. Echt niet normaal. Dus ik heb er nu online mijn eentje besteld. Maar dat betekent wel dat ik nu nog heel voorzichtig mee moet zijn en ik ben gewoon heel onhandig. Dus hij zit vooral nog in de verpakking. En Instagram en Facebook staan erop, weet je. Ik heb eventjes wat dingen van mijn iPhone daarheen gegooid. Maar heel bewust niet mijn mail en dat soort dingen. Zodat ik gewoon ook echt lekker niet afgeleid dat kan doen. En wat ik dus ook bedacht, is dat ik dan nu ook misschien wel een keer live kan op Instagram. Want ik kan nu op mijn iPad gewoon meelezen, jullie vragen meelezen en dat soort dingen. En op die vorige iPad, dat ding was echt zo sloom, dat ging niet. Dus misschien dat dat nu ook een optie is. En ik dacht, zou ik Procreate downloaden. Maar die doet het misschien beter op mijn iPad Pro. En mijn man zegt altijd, ga je dan ook echt stickers maken en dat soort dingen? Nee, daar zijn wel andere mensen voor. Dus wie weet doe ik het ook niet. Nou, als je nog een app weet die ik absoluut moet hebben, behalve alle video en film dingen, Prime en dat soort dingen. En wat hebben we nog meer? Netflix. Dat staat er natuurlijk allemaal op. Nou, heb je nog een leuke app? Laat het hieronder even weten die ik echt absoluut op zou moeten zetten. En als je dan denkt dat het alles is, want dat vond ik echt al vet. Ik bedoel, wie krijgt nou een iPad voor zo'n verjaardag? Ja, ik ben echt super blij. Ik denk dat mijn man me nog wel heel erg lief vindt. Dat ik daarom nog zo'n groot cadeau heb gekregen. Maar wat ik nou in vredesnaam voor hem moet kopen in augustus. Als je daar ook nog een idee over hebt. Wat je voor een man die 41 wordt moet kopen. Dan weet ik echt niet. Echt, ik kom nooit verder dan een bierpakketje. Of een bier en lekkers pakketje. Dus laat hem me even weten. Want hij verdient nu natuurlijk ook wel iets groots. Van de kinderen kreeg ik ook nog gewoon wat. Ja, en super. Het waren bonnen van Journal This. Ik moet ze nog eventjes. Ik heb geen idee wat voor bedrag daarop staat. Dat moet ik nog even uit zien te vogelen. Maar ja, echt zo verwend. En van mijn ouders heb ik dus een bon gekregen van Dutch Mills. Dus daar kan ik ook nog weer wat uitgeven. Nou, en verder vier ik mijn verjaardag dus gewoon niet. Dus verder heb ik van, ik krijg van een vriendin maandag nog wel iets. Want dat is heel grappig. Als je zegt ik vier mijn verjaardag niet, dan komt iedereen dus gewoon wel langs. Want ja, nee, maar ik kom wel langs hoor. Ook al vier je het niet, kom wel langs. Dus mijn zusje komt maandag nog. Wist ik ook niet zo goed wat ik moest vragen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze bedacht heeft. Zij kent Journal This natuurlijk ook wel. En Dutch Mills misschien ook wel. Dus wie weet. Maar misschien heeft ze ook wel iets anders heel leuks bedacht. En mijn schoonouders, dat doen we niet aan cadeautjes.
Een vriendin. Mijn beste vriendin komt nog langs woensdag. En die had ook al wat bedacht. Dus dan, en dat is het dan. We hebben met vrienden gaan we nog wel een gezellig avond doen. Maar dat heb ik bewust geen verjaardagsfeest genoemd. Want ik wil gewoon echt niet het vieren. Het was goed zo. Ik ga het met mijn gezin dit weekend nog heerlijk vieren. Laat ik je volgende week wel weten hoe en wat. Dus nou dat. Ik heb het trouwens ingekleurd met een acrylograph. Hè? Je herkent hem vast wel. Volgens mij is dit... dit was een vrij nieuwe. Ik had hem nog niet geactiveerd. En ik vond deze kleur ook wel weer mooi bij dat groene en bij die haren. Dus ik dacht toch nog even iets zeggen over die spread. En het is een nieuw stencil van Bullet Journal bij Danique. Oh, jullie krijgen het eindresultaat niet te zien. Sorry, vreemde knip. Aan het einde zit hij nog een keer hoor. En ik zal hem ook wel eventjes in de thumbnail doen, zodat je hem kunt zien. Oké, nog even verder over mijn verjaardag. Ik vier het ook altijd op school. En met mijn klas. Ik had ze de laatste 2 uren. En ja, ook al zijn ze 14, ze vinden het nog super leuk om cakejes te versieren. Dus ik had gewoon boerencake meegenomen en een heleboel hagelslag en slagroom. Er is alleen één regel, ik beheer de slagroom en niemand anders. Ik had natuurlijk weer zoveel gekocht dat ze wel 2 cakejes zelfs konden maken. Ik had chips meegenomen. Ik heb natuurlijk ook kinderen die Ramadan hebben deze maand. Ik wist het van 1, dus daar had ik iets voor meegenomen. Toen bleek er nog eentje te zijn, dus die heb ik wat meegegeven voor 's avonds. Ik dacht, ja, dat is niet leuk als je nu niet mee kan doen en dan ook nog 's avonds niks hebt. Dus die heb ik gewoon wat meegegeven. Leek me, ja, ik weet niet, ik dacht er gewoon toevallig aan. En meestal kom ik thuis met de hele tas vol met spullen van leerlingen die ik heb gekregen. Ik heb van mijn eigen klas van 2 jongens 1 ding gekregen. En van de parallelklas ook nog van 1 iemand iets. Ja, dat is jammer. Maar ik had ook gezegd dat het niet per se hoeft hoor. Ik vind het gewoon heel leuk om het gezellig met ze te vieren. En we hebben het heel erg gezellig gehad. Dus dat was mooi. En toen moest ik 's middags nog vergaderen. Donderdag is echt mijn langste dag. Ik heb echt 9:15 tot 2:30 les. En dan aan 1 ruk door. Ja, wel 2 keer pauze. Maar ja, dat half uurtje pauze is ook vaak 20 minuutjes hooguit. En dan vergaderen tot 5:30. Of ik denk dat ik om 5:30 thuis was. Ik iets eerder weggegaan trouwens. Maar om 5:30 was ik thuis. Ik had al een appje gehad. Wat wil je eten? Ja, en mensen zeggen dan... mijn collega's waren echt verbaasd. Ze zeggen, dan ga je toch iets heel lekkers vragen. Ja, patat. Daar had ik zin in. Dus mijn man was ondertussen al patat aan het halen met de jongste. En we hebben heerlijk patat gegeten met een frikandel. En normaal gesproken neem ik vaak een eierbal, heel Gronings. Maar nu een kaassoufflé gedaan. Nou, heel boeiende informatie. Dus dat was mijn verjaardagsmaaltje. En 's avonds kwamen dus wel mijn ouders en mijn schoonouders nog even een taartje eten. En toen was het alweer voorbij. Oh nee, ik heb natuurlijk al jullie kaartjes toen ook uitgepakt. En het was zoveel en zo mooi dat ik toch dacht, ik moet er een video van maken. Dus ik heb het toch nog, ondanks dat ik het al allemaal had uitgepakt, heb ik er toch nog een video van gemaakt. En ik denk dat ik die extra vandaag of morgen wel online ga zetten. Zodat je dat ook nog even kan zien wat ik heb gekregen, want jeetje. Nou, in die video zeg ik het denk ik ook wel 100 keer. Maar wat ben ik dankbaar. En wat heb ik mooie dingen gekregen. En hoe goed kennen jullie me allemaal. Dat is heel grappig. Ik ken jullie natuurlijk allemaal helemaal niet zo goed. Maar jullie kennen mij heel goed. En jullie maken echt fantastische dingen. En nou, ik vind gewoon alleen al als je gewoon een kaartje hebt gestuurd. Dat je aan me hebt gedacht. En dat, ja, dat is zo ontzettend leuk. Dank jullie wel. Echt super, heeft echt mijn dag gemaakt. Ik voelde me echt heel erg jarig die dag. Ook misschien door die stomme 40 vlaggetjes in mijn huis. Ik ben overigens heel dankbaar dat ik 40 mag worden hoor. Maar het is een beetje zo'n mijlpaal of zo. Ik weet niet. Ik had het trouwens ook met 30 zag ik op in mijn herinneringen op Facebook. Daar had ik ook wel moeite mee. Ja, misschien, ik was al moeder. Ik ben op mijn 28ste voor het eerst moeder geworden.
Dus daar was, dat was niet echt het ding. Maar ik weet niet, bij 40, je kinderen zijn al wat ouder, worden steeds zelfstandiger. Ik ben echt op zo'n punt dat ik denk, ja, en wat nu? Wat ga ik nu nog verder doen? Ga ik tot mijn 67ste, 68ste, weet ik veel hoeveel. Oh, trouwens, echt, die dingen zijn verschrikkelijk om er los te krijgen. En de rest van de video heb ik het eruit geknipt, hoor. Ga ik nog tot mijn, nou, laten we zeggen 70ste voor de klas staan? Of ga ik nog iets anders doen? Wat wil ik met Journal by Naomi? Wat wil ik met die workshops? Ja, echt heel erg aan nadenken. Wat wil ik met mijn YouTube? Wil ik er echt iets professioneels van maken? Is het gewoon leuk? Ja, allemaal dat soort dingen die door mijn hoofd spoken. Nog steeds. Echt misschien al wel bijna een jaar nu. Sinds, ja, ik denk eigenlijk sinds ik voor de eerste keer die demo's heb gegeven op Crea Weekend. Dus dat was in oktober. Dat ik toen heel erg ben na gaan denken van ja, wil ik hier iets mee? En ja, voor nu is het gewoon leuk voor erbij. Wel veel werk en veel energie, maar het levert ook voor heel veel energie op. Dus ja, dat is een beetje, volgens mij heeft iedereen dat op onze 40ste wel van, goh, wat ga ik nou nog doen? Als ik echt iets anders wil, moet ik het nu doen. Maar misschien wil ik ook wel helemaal niks anders doen. Ik vind mijn werk ook nog steeds heel leuk. Soms wat minder, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik steeds, na corona vond ik het niet zo heel erg leuk meer. En dat ik nu heel vaak denk, ja, ik heb echt wel weer lol in mijn werk. En leuk met die kinderen en gezellig. En we kunnen ze wat leren. En ze, ja, nou dat. Dus ik weet het nog niet zo goed. Die pen, hè. Er zat een inktpatroontje bij, die heb ik er gewoon ingeduwd. Maar alles zat eronder voordat ik hem aan de praat kreeg. Want dat inkt moet natuurlijk wel eerst in die punt terechtkomen. Nou, ik dacht dat ik gek werd. Ik dacht, wat een ranzig gebeuren is dit. Je kan dus in die pen ook een converter doen. En dan kan je met andere kleuren. En dan moet je natuurlijk wel de punt eerst weer even schoonmaken. Nou, echt waar. Ik ga het zeker proberen hoor. Maar ik zat er echt onder. En zelfs nu met het schrijven zat ik er nog onder. Dat had ik in eerste instantie ook toen ik de preppy pennen ging vullen. Daar heb ik nu, doe ik dat gewoon zonder knoeien. Maar de eerste paar keer was dat ook verschrikkelijk. Maar ik heb nog nooit zo onder de inkt gezeten als bij deze. Nou ja, en ik vind letteren echt wel moeilijk. Dus ik doe dat heel erg langzaam. En bij mij wordt het lijntje al snel wat te dik. Vind ik zelf. Dus ja, ik vind dit wel moeilijk om te doen. Maar ik dacht, nou, voor daarboven is het wel een keertje weer leuk. Dus gewoon super langzaam. En dan wordt het wel wat. Ik heb natuurlijk op de Pabo gewoon schoon schrijven en zo geleerd. Dus ik moet dat wel een beetje kunnen. En als je nou echt wil leren, liefst van Linda, hij heeft zo'n mooie cursus. Ik heb nog ergens een kortingscode hieronder staan. Dus is wel een aanrader. Ik neem er gewoon de tijd niet voor. Maar het ziet er heel mooi uit wat zij heeft gemaakt. Dus als je dat wil, zit hieronder nog een kortingscode. En ik maak nu 3 trackers. Of 3, ja. Ik hou dus bij hoeveel volgers ik op Instagram erbij krijg. Dat zijn er bar weinig de laatste tijd. Maar het is goed zo hoor. En in de Facebookgroep en de Facebookpagina. En degene wat nu echt mega, mega groeit nog steeds. Dat is de Facebookgroep. En ik pak eventjes mijn journal erbij. Want het is nu eind van deze maand. En dan kan ik natuurlijk even spieken. Oh, hij wil niet open. Ja, ik had afgelopen deze maand hebben we ongeveer 400 leden erbij gekregen in de Facebookgroep. En er wordt elke dag wel wat geplaatst. En iedereen is aardig en gezellig. Laatst was er iemand die was hout aan het aanbieden. Dat heb ik natuurlijk verwijderd. Dus mocht je zoiets mafs zien, het is natuurlijk een open groep. Zeg het even, dan verwijder ik het. Ik ben de enige beheerder, dus soms duurt het even. Maar zo heel af en toe gebeurt dat eigenlijk bijna nooit. Nou, en mijn gewone Facebookpagina met iets van 130. En Instagram nog geen 100. Dus dat, dat is niet, ja, waar het in het begin wel met 500 ging, nu met 100 helemaal prima. Het is goed. Ik heb nu superleuke fans. Zo,
Dat klinkt arrogant. Superleuke volgers met leuke verhalen en leuke nieuwe vrienden. Echt heel erg blij mee. Oh, ik ben echt iets vergeten. In de video. De volgende video. Ik heb van Gaby echt een super mooi pakketje gekregen. Met allemaal dingen die met strand te maken hebben. Ga ik laten vertellen waarom. Maar ik ben helemaal vergeten om die te laten zien net in de video. Dus bij deze lieve Gaby. Ik had het over zijn nieuwe vriendinnen. En daar is Gaby er echt eentje van. Sinds we 3 dagen op de beurs naast elkaar stonden. Is die vriendschap echt heel goed geworden en super gezellig. Alsof we elkaar echt al heel lang kennen. We appen nu ook. En ja, superleuk. En ze had me dus gewoon een pakketje voor mijn verjaardag gestuurd. Dat was heel maf. Want ik had iets bij haar besteld. En dat kwam dinsdag binnen. En toen kwam er dinsdag nog. Of kwam er maandag of zondag of zo nog in de app. Dat ik nog een pakketje van haar kreeg. Dacht ik, hè? Hoezo dan? Dat was gewoon voor mijn verjaardag. Echt super, super lief. Ga ik veel gebruiken. Ik ga echt iets leuks van maken. En ja, ik heb nu zoveel spullen van. En ik heb bedacht, Gaby, als je luistert, ik heb weer iets bedacht. Ik wil die alleen niet lastig vallen, want je staat in Rijswijk op de beurs dit weekend. Maar ik heb altijd een docentenagenda. En wat er altijd heel lastig te krijgen is, zijn cijferlijsten in een planner. Ik dacht, oh, kunnen we niet gewoon een mooie planner maken voor docenten? Voor, na de zomer, zeg maar. Dus ik heb allemaal ideetjes. Dus misschien moeten we even sparren. Nou, niet voor in deze video. Maar ze heeft ook een nieuw journal. Heb je hem al gezien? Met een heel mooi hertje. En heel anders natuurlijk dan deze mooie steampunk. En daar heb ik er gelukkig nog 1 op voorraad. Oh ja, en als je hem ook wil. Er is nog tot en met maandag 3 april. Heb ik nog een winactie voor mijn verjaardag. En daar zit die gave journal in. Dus wil je deze journal ook winnen? Doe nog eventjes snel mee. Zo, genoeg gekletst, hè? Deze laatste pagina wel een beetje simpel gehouden. Gewoon dat decoupagepapier gebruikt. En ja, en deze kleur past perfect bij haar haren. Ik denk dat het een zij is. En vandaar dat ik die weer gebruik. Jullie weten wel dat die van Journal This is, hè? En verder ga ik daar niet zo heel veel bijzonders mee doen. Dit is dan de eerste dag van april. En mijn journal wordt zo ontzettend dik. Ik hoop dat hij het gaat houden. Ik vind overigens, vind ik trouwens een irritant woord om te zeggen overigens. En ik gebruik het heel vaak. Ik vind het decoupagepapier van Stamperia het allerfijnst. Het scheurt lekker, het knipt lekker, gaat prima met de hoekjespons. Dus ja, wat dat betreft heel fijn. En je ziet me nu heel veel die clip gebruiken. Die journals van Gaby die vallen heel goed open hoor. Blijven ook heel goed liggen. Maar dat komt gewoon, hij is zo dik. Ik weet niet wat ik heb gedaan de laatste tijd. Maar deze is wel extreem dik aan het worden. Dus vandaar dat het misschien een beetje vreemd lijkt dat ik steeds die clip gebruik. En ik had deze nog liggen en ik vond dat ik die wel moest gebruiken. Want ja, er zit niet heel veel steampunk in. En als je heel goed kijkt, dit is natuurlijk door dezelfde man gemaakt als de Sir Vagabond. En we hadden eigenlijk wel een beetje gehoopt op Sir Vagabond. Althans ik. En ik weet dat Helen bijvoorbeeld daar ook op gehoopt had. Ik weet dat hij, Antonies, heeft wel gezegd van joh, hij is op reis. Dus hij komt vast terug. Maar ja, ik had gehoopt op een Sir Vagabond in een mooie stad. Londen of zo. Of Parijs. Of nou ja, iets in ieder geval. Amsterdam zou ook heel leuk zijn. Met wel hele mooie Amsterdamse huisjes of zo. Maar het werd dus Magic Forest met deze elf. Ook leuk. Maar nou ja, ik ben blij dat er wel wat steampunk elementjes in zitten. Maar wat mij betreft echt veel en veel te weinig. Dus vandaar dat ik het stencil heel graag gaan gebruiken. En ik doe bewust een beetje half-half. Dat het afbreekt en dat het niet zo'n rechte lijn wordt. En ik maak altijd nog even een randje, zodat het minder afsteekt van de witte pagina.
vind ik dan toch minder mooi. Dus vandaar dat ik vooral de hoekjes extra veel doe. Ja, vind ik gewoon leuk te uitzien. En ik had natuurlijk die rub-on stickers nog liggen. Vind ik een heel leuk concept. Dus daar ga ik zo ook nog eventjes twee dingen doen. En ja, nieuwe maand. Dus moest april nog even zoeken. Dit zijn mijn favoriete datumstickers. Ze zijn van Chantal en ik gebruik ze gewoon het allerliefst. En ja, ik gebruik ze veel. Elke dag, zeg maar. Ik vind deze het mooist, die zwarte. Oh, en ze zijn altijd scheef hoor. Dus ik doe echt wel mijn best om het recht te plakken. Maar dat heb ik gewoon opgegeven. Het is nou eenmaal zo dat het bij mij scheef zit. En nou, dan nu die rub-on stickers. Ik was een beetje te vroeg ermee om daarover te vertellen. Ik heb twee setjes gekocht. Er zijn er drie, maar ik wist niet zo goed wat ik met die andere moest. En ik denk, van mij hadden ze wel zo'n heel velletje rub-on tegels mogen maken. Want dat vind ik dus echt heel leuk. Ik heb ze uitgeknipt, want als ik dat niet doe, dan plakt de rest soms vast aan de pagina. En dat vind ik minder mooi. En ik heb ze gewoon over die gears heen geplakt. Want ik weet dat ik deze dag best wel veel wil schrijven. Dus ik moet gewoon niet te veel op deze pagina willen. Het is een ijslolly stokje. Daarmee kan je het heel goed op je pagina krijgen van het plasticje af. Dus dat werkt voor mij eigenlijk het beste. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jullie van deze collectie vinden van Stamperia. Ik heb zo'n gevoel dat mensen het of helemaal niks vinden of helemaal geweldig. Maar dat er niet echt een tussenweg is. Ik had dat bijvoorbeeld met die, ik wou zeggen Galaxy serie, maar dat is het niet. Die vorige met al die blauwe kleuren en ja, ik wist niet zo goed wat ik daarvan moest vinden. Ik kon daar niet zo heel veel mee. Dus vandaar dat ik die toen ook niet gekocht heb. Maar ik dacht, ja, fantasy is wel echt mijn ding. Laat ik hem toch aanschaffen. Maar ik merk dat ik er wel moeite mee heb met deze. Hij is echt net iets te lief, denk ik. Nou, en hier heb ik dus echt van alles voor jullie uitgeknipt, hoor. Ik krijg het niet los. Het is echt verschrikkelijk. En je ziet het, ik heb ook weer gel nagels. Dus ik had ze eraf gepulkt. Maar gelukkig, mijn lieve vriendinnetje weer nieuwe gezet. En ik had voor haar verjaardag deze kleur gekocht. Dat is een beetje egoïstisch, hè? Voor haar een cadeautje geven met een kleur die ik zelf heel erg mooi vond. Maar ze vond hem gelukkig ook mooi, hoor. Dus zij heeft hem ook misschien binnenkort wel op. Ik moet er een einde aan breien, dames en heren. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, zou je dat willen doen? Dat zou mij enorm helpen. En vergeet niet op de vind ik leuk knop te drukken en eventueel op het belletje. Want dan krijg je ook een melding als ik een nieuwe video online heb. Heel erg bedankt voor het kijken.